Het is misschien nog net niet het weer ervoor, maar wat is nu de beste barbecue? Op gas of op houtskool? Dag Wim. Wim Beliet, jij werkt voor testaankoop? Ja. Of moet ik biljet zeggen? Biljet. Biljet, excuseer Wim. Wim, wat doe jij juist binnen testaankoop? Ik ben projectverantwoordelijke voor alles wat tuin, klein huishoud, alle keukenapparaten. Dus... We hebben elkaar ook al eerder ontmoet hier in de uitzending. Absoluut, ja. Nu gaan we het vandaag hebben over barbecues. Zoals gezegd, buiten is het een beetje triestig. Maar het is het moment misschien om eens te gaan kijken naar welke aankoop de beste zou zijn. En dan denk ik onmiddellijk aan gas versus houtskool. Wat kan je ons daarover vertellen? De keuze ligt altijd bij de consument zelf. Wij kunnen gewoon zeggen wat de voor- en de nadelen zijn. Bij gas heb je natuurlijk het grote voordeel... Je hebt dan gewoon aan te stoppen. Ik kan direct beginnen met grillen. Dus dat is gemakkelijk. Maar de echte barbecuers vinden dat dus... De echte... Not done, hè? Ja, de echte believers die zijn voor die rooksmaak. Maar het nadeel natuurlijk bij een houtskool barbecue is dat... Je kan de temperaturen wat moeilijker regelen dan bij een gasbarbecue. De gasbarbecue is dan ook weer iets makkelijker te reinigen. Waar dat je dan bij een houtskool barbecue eigenlijk... hogere temperaturen kan creëren, waardoor je bijvoorbeeld een pizza kan maken in de barbecue. Dus je hebt de voor- en nadelen. En nog een voordeel van de houtskool is dat die in het algemeen wel goedkoper zijn. Ja, je bedoelt het toestel. De toestel, zelf. De houtskool barbecue. En dan daarna ook de aankoop van... Van de houtskool. Ja. Of is het? We hebben uitgerekend dat de houtskool eigenlijk nog goedkoper uitkomt dan gas. Ja, dat dacht ik eventueel ook wel. Ja. Hoeveel barbecues hebben jullie getest? We hebben een 33-tal barbecues getest. Maar dat is een test dat jaarlijks hernomen wordt. Dus de modellen die op de markt blijven, die blijven. En we vullen iedere keer onze productselect eraan. Dus de meest recente resultaten en de meest recente modellen staan op onze website. Ja, dat staat allemaal uitgebreid alles op de site. Iedereen uitgelegd. Daarheen. Ja. Op welke criteria testen jullie dan? Eigenlijk worden die toestellen gestuurd naar het labo. Daar worden ze in elkaar gestopt. Er worden scoren gegeven voor het assembleren, zoals ze zeggen. Dan wordt er gecheckt of dat... alle veiligheidsvoorschriften aanwezig zijn, de pictogrammen en al die dingen. Mm-hmm. Dan wordt er ook gekeken, zijn ze stabiel? Want er wordt zelf een hellingstest gedaan, waar dat er gekeken wordt dat de barbecue, de deksel er niet afvalt of dat de grill er niet afvalt. Dan heb je het gebruiksgemak, het algemeen gebruiksgemak. Dan koken we erop, allerhande dingen. Heel vervelende taak lijkt me. Heel taak. En die je op mezelf neemt, dus dat is een superleuk deel van de job. Ja. En dan worden ze ook gereinigd. Wordt gekeken hoe gemakkelijk ze zijn om te reinigen. Toch wel een zeer holistische aanpak. Ja, het is echt zo een hands-on test. Het is geen pure labo-test, het is echt zeer praktisch. Nu ik jou hier toch heb, Wim, jij bent een grote specialist. Wat is zo een rookie mistake bij barbecuen? Want we doen het natuurlijk wel graag, maar we doen het eigenlijk niet vaak genoeg. Nee, de mensen zijn eerst en vooral niet altijd goed voorbereid. Ik bedoel, ze beginnen te barbecuen, er staat niets klaar, er is geen vleestang, de kruiden staan er niet, en olie is er niet. Maar we spelen wel letterlijk met vuur, hè? Ja, we spelen zeker met vuur. Maak vooral dat je barbecue heet genoeg is. Wacht, neem je tijd. Barbecue wil ook zeggen genieten, neem je tijd. Ja. Leg ook niet te vol met houtskool. Maak altijd dat je een plaats hebt dat vlees rustig kan verder haren, want... Sommigen leggen veel te veel houtskool, waardoor de temperatuur stijgt en dat echt overal bakt. Dan moet je dat eigenlijk afhalen. Sommigen leggen de grill ook te dicht bij de houtskool, waardoor de temperatuur te hoog is. Dus dat zijn allemaal dingen dat je rekening mee moet houden. Wat is ook al veel gezegd op televisie, dat is als je vlees grilt, haal het op tijd uit de frigo. Want als je koud vlees op de grill legt... Eerst acclimatiseren. Ja, en dan... Ah, dat is een goeie. En ook eventueel na het grillen de grote stukken wat laten rusten, dat de bloedtoestroming goed is in het vlees. En dan maakt het ook malser. Waarom is het zo'n typisch mannelijke taak? De vrouw mag heel het jaar door koken, de barbecue komt boven en plots is het een man... Dat is een goede vraag. ...die dat op zich neemt. Gek, hè? Ja, dat is een... Het is een beetje de oermens in ons die naar boven komt. Ik denk het. Vuurtje maken. Ja, mijn vrouw zou dat gerust mogen doen, maar ze heeft nog nooit niet voorgesteld om het te doen. Dus nee. Het is buiten. Misschien vinden we dat gewoon leuker dat jullie dat dan doen. Ja. Maar het is gewoon leuk om het samen te doen. Dat is wel waar. Hoe kan je nu veilig barbecue? Geef nu eens de gouden tip. Eerst en vooral wat je zei, wees goed voorbereid. Ja, kies vooral voor een stabiele barbecue. Bespaar niet op een barbecue. Ja. Ja. Maak ook dat je een stabiele ondergrond hebt. Dat is ook belangrijk. Ja. Op gras, maakt dat uit? Is dat oké? Dat mag zeker vast op gras, maar
maak vooral dat je niet onder een afdak staat. Ah, ja. Kijk van waar het de wind komt, dat je dat niet constant door ook in je gezicht krijgt. Ja. Dat is ook belangrijk. Laat de barbecue nooit alleen staan, zeker als de kinderen in de buurt zijn. Uiteraard, ja. En dat ook soms de mensen de fout maken, als je daar aan met grillen, laat het nog staan, laat hem afkoelen, verplaats hem niet als hij nog heet is. Ja, want die kolen kunnen nog uren, zelfs tot de volgende ochtend. Ja, soms de dag nadien. Ja. Daarvoor is het misschien ook belangrijk, na het grillen, voor de modellen met deksel erop, zuurstof afsluiten onderaan, zuurstof afsluiten, dan koelt alles zelfs af. Zelfs als het dan begint te regenen, maakt niet uit. Laat die maar staan. Die zijn het tegenbestand. Ja. Wat is nu jullie tip, of wat is de beste barbecue, letterlijk en figuurlijk? Geef eens wat tips voor de aankoop. Maar voor de echte tips moet je natuurlijk naar onze website gaan. Ja. Maar ik kan wel zeggen dat een beste koop house-cooked barbecue heb je al voor €90. Dus dat valt mee, waarbij dat een house barbecue €250 kost. Mm. Wat op zich ook nog best meevalt. Mm-hmm. En de beste uit de test is momenteel een house-cooked barbecue, maar met één puntje verschil maar met een house barbecue. Dus je kan hem beide perfect grillen. Maar daar moet je toch rekenen tot €500-600 voor de beste uit de test. En waar moeten we zo op letten? Moeten we ook denken aan gebruik personen? Ja, je hebt natuurlijk wel de dingen die handig zijn. Je hebt van de barbecues wat een haakje voor je tang aan te hangen. Je hebt een bijzettafeltje, die zijn zeer handig. Ja. Een thermometer is ook altijd super handig om te weten hoe heet en die temperatuur. En uiteraard als je deksel... Als je deksel erop zet, dan zie je hoe heet dat die wordt. Dat is belangrijk. Als je een gasbarbecue koopt, je hebt er sommige met een zijbrander. Dat is interessant om eventueel saus op te warmen of patatjes te koken. Je hebt er die uitrusting met een plancha voor eventueel makkelijker vis te grillen. Je hebt er met een warm houtrek. Dus je hebt verschillende aspecten dat je kan rekening mee houden, maar het is best voor te kijken wat je zelf het beste vindt. Ja, the sky is the limit. Er zijn gigantische barbecues, hè? Ja, we hebben ons beperkt tot de realistische... Huistuin- en keukenbarbecue. Ja, je hebt er die echt verschillende duizenden euro's kosten. Voor de liefhebbers. Ja, maar dat is niet voor ons. Er zijn heel veel winkels vandaag de dag. Puur dedicated aan barbecue. Je hebt ook veel tuincentra waar je echt dingen kan zien van allerhande barbecues. Ja. Maar het is altijd... Dat zijn natuurlijk wel toestellen dat ik zou zeggen van... Ga naar de winkel, kijk hoe voelt, in plaats van die online te kopen. Daar heb je toch... iets beter gevoel van... Het is inderdaad weer zo'n product dat iets minder evident is om online te bestellen. Ja, dat klopt. Ja, ik zou te gaan raden om naar de fysieke winkel te gaan. Ja. Moet je, heel stomme vraag, hè. Moet je denken aan... Zijn er verschillende hoogtes? Ik ben een man van 2 meter of ik ben 1,60 meter. Je hebt geen verschillende hoogtes, maar je hebt wel zo tafelmodellen of lagere modellen en die zijn niet zo praktisch. Die zijn meer zo voor on the go, voor op een camping of zo, dat niet te veel plaats pakken. Maar toch koop je best één op een voet. Ja, dat is een standalone model. Ja, dat is best. En als het enigszins kan met wieltjes, dat je die gemakkelijk kan verplaatsen. Ja, dat is ook een goede tip. Ja. Kunnen we op elke barbecue grillen? Ja, zeker. Natuurlijk heb je wel bij bepaalde grillbarbecues, hebben we gemerkt jammer genoeg, dat die niet genoeg kracht ontwikkelen, waardoor dat je niet voldoende temperatuur hebt, dat je vlees dat niet voldoende gegrild is. En we hebben ook gezien dat... bepaalde barbecues echt niet stabiel zijn, dat je de grillstand wil verlagen of verhogen, dat echt zeer onhandig is. Bepaalde grill is de opening zodanig breed dat je bijvoorbeeld kampietjes wil bakken, dat die te makkelijk doorvallen, of dat de ingrediënten te veel aan de barbecue kleven. Dus voor elk wat wils wel. Voor elk wat wils, maar wees niet te zuinig. Besteed nog een beetje geld voor een deftige barbecue. Ja. Vanaf €90 zijn voor een houtkool, €250 voor een gasbarbecue. Dat valt mee. Hè. Dat vind ik ook, zeker. Oké, Wim, dank je wel. En hopelijk tot snel. Ja, dank je wel. Merci. Dag.